Wil jij zien hoe ik mijn kamer van dit naar dit heb getransformeerd? Blijf dan zeker kijken. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben net klaar met mijn examen. Ik heb gisteren mijn laatste examen gehad en het ging echt wel goed, dus ik ben blij. Maar ik kom uit de blok. Ik heb anderhalve maand heel de tijd in mijn kamer geleefd en mijn kamer is echt een stort. Het is echt heel erg. Dus het is echt gewoon tijd dat mijn kamer even een makeover krijgt. Ook mijn kerstboom staat nog en we zijn bijna februari. Ik ga vandaag met jullie mijn kamer opruimen. Ik ga vandaag aan beginnen, maar het is al avond, want ik ben echt zo moe van de examens ook. Dus sorry als ik er heel moe uitzie of moe klink of zo, maar ik ben echt dood. Ik moet echt even terug mijn leven op orde krijgen. Dus ik ga in deze video mijn kamer helemaal transformeren. Ik ga eerst natuurlijk beginnen met opruimen. En dan heb ik een paar andere dingen. Ik ga mijn kasten herschikken. Ik ga nieuwe dingen toevoegen aan mijn kamer. Om mijn kamer gewoon extra gezellig en leuk te maken. Dus blijf zeker kijken naar deze video als jullie ook motivatie willen halen om je kamer eens te veranderen of op te ruimen. Maar ik zal aan het einde van de video ook nog een korte roomtour geven. Maar bon, het is nu 6 uur 's avonds. Ik ga beginnen met opruimen. Er ligt echt overal kleren en de bureau waar Simon ooit aan heeft gestudeerd staat hier zelfs nog. Die staat hier echt al 3 weken niks te doen. Maar ik ga beginnen met mijn kleren hier weg te leggen in mijn kasten. Kleren te ordenen van wat moet in de was, wat hang ik terug in mijn kasten. Let's go! Een kleine tip om het toch een beetje leuker te maken met opruimen. Doe een comfy outfit aan en zet leuke muziek op. Al mijn kleren die ik moet wegleggen liggen nu op mijn bed en daar kleren voor in de was. En nu moet ik dit allemaal in mijn kast gaan leggen. Ik ben eigenlijk echt beschaamd om mijn kamer zo op het internet te zetten. Het is hier echt al veel properder. Gewoon nog mijn bed niet en vooral deze kant niet. Het is echt één rommeltje. Al mijn make-up ligt overal, mijn juwelen liggen overal. Dus ik ga dat echt helemaal herschikken en ordenen. Ik ga dit wegdoen, want eigenlijk gebruik ik dat niet meer en daar zit niet zoveel meer in. En ik ga in de plaats een andere mandje zetten. Dan ga ik dit allemaal opruimen. Ik heb juwelendoosjes gekocht voor mijn juwelen. Deze heb ik eigenlijk al half gevuld met mijn favoriete juwelen. Ik heb ook nog een klein juwelendoosje. Deze komen by the way van Shein of Shein. Super handig. Ik heb van die plaatjes ook waar ik juweeltjes op kan leggen. Ik ben een uur bezig geweest met heel mijn make-up tafel op te ruimen. Het is mij gelukt en ik ben er echt blij mee. Ik laat jullie nu even het resultaat zien. Hier heb ik al mijn lippenstiften en lipglossen. Mijn oogschaduwpaletten. Hierin zit mijn make-up dat ik dagelijks gebruik. En dit is nog andere make-up. Dit zijn mijn make-up borstels. Parfum en haarproducten. En dan hier zijn al mijn juwelen. Hier nog meer make-up borstels. Dan deze scherm heb ik ook helemaal opgeruimd en geordend. Hier liggen al mijn zonnebrillen, haarspulletjes, nog wat juwelen. En dit zijn ook allemaal spullen voor mijn haar. Het is ondertussen al bijna 11 uur 's avonds, dus ik ga stoppen voor vandaag en ik doe morgen verder. Hey, we zijn vandaag de volgende dag en ik ben terug bezig met mijn kamer. Ik ga eerst beginnen met mijn bed op te maken. En dan ga ik mijn bureau opruimen, want dat is ook echt wel nodig. Ik heb hier dus nog 2 kerstkussentjes. Ze zijn echt super mooi, maar ik ga die veranderen naar gewoon deze neutralere kleuren. Nu is het tijd voor mijn bureau. Gewoon een beetje ordelijker maken. Ik heb zo allemaal pen op mijn schrijfblad. En ik heb echt een keihandige hack gevonden. Gewoon nagellak remover nemen. En dan gaat er direct af. Ik was vergeten dat ik nagellak op had. Oeps. Die gaat er dus ook af. Na bijna 2 maanden, of zelfs meer dan 2 maanden, is het tijd om afscheid te nemen van mijn kerstboom. Oké, het is echt wel tijd, want we zijn februari en ik krijg echt heel veel reacties op TikTok van waarom staat de kerstboom nog? Maar ik stel altijd uit tot na de examens en het is echt zo jammer omdat dat zo veel gezelligheid aan mijn kamer geeft, vooral in de avond. Sad. Wauw, dit is echt al zoveel rustiger geworden. Dat is echt zo'n groot verschil, niet normaal. De enige kant die ik nog moet opkuisen is
deze kant, ik ga heel die kast herschikken, want er zitten superveel mappen in dat ik eigenlijk nooit meer gebruik. Maar nu is het een beetje, ja, rommelig of zo. En deze tafel moet ook nog weg, maar ik weet niet of ik dat alleen ga kunnen, dus ik denk dat ik papa ga vragen voor hulp. Kijk hoe goed dit eruit ziet. Zo rustig. Ik heb het echt gewoon rustig gehouden. Een paar fake bloemen, een paar fotootjes. Dit is by the way een heel oude foto van mij en mijn nicht. Blijft echt wel cute, dus ik wil die gewoon houden. En hier fotootjes van mijn dansen. Hier waren we wereldkampioen. En aan hier heb ik mijn kristallen gezet. Ik heb zo'n kleine maankalender ook voor 2022. Super handig. Dit heeft een fan ooit voor mij gemaakt. Echt super mooi. Kaarsjes. Ik heb geurstokjes. Dit is ook echt een super mooie kaars. Maar ik weet niet meer van waar die komt. Ik denk. Ja, het is een winkel in Dox, Brussel. Waar ze allemaal van die leuke spulletjes hebben voor thuis. Een cactus. Hier heb ik ook nog een kleine cactus. Foto van Vloglab Beach. Polaroids met Simon. Een foto van Aro en Kado. En deze Polaroid nog van de première. En dan hier heb ik een paar dingen voor school. Mijn wierook. Hier zijn allemaal, ja, technische dingen. Mijn Polaroid. Dit is ook zoiets super cool. En ik ga dat straks ook gebruiken om nog Polaroids af te drukken. En dan hier, ja, bongo bons die ik nog niet heb gebruikt. Oeps. Boekjes en mappen voor scholen. Ik hou echt van hoe groot het ineens hier lijkt. Want met die kerstbloemen, die tafellegger stond en zo, dan leek mijn kamer veel kleiner. Maar nu heb ik zoveel ruimte. Het volgende dat ik wil pimpen is deze muur. Ik vind hem eigenlijk echt al leuk op zich, maar het zijn gewoon heel veel oude foto's. Dus ik denk dat ik hier wat nieuwe foto's ga hangen. Ik vind Polaroids echt super tof. En ik heb een beetje inspiratie opgedaan van Pinterest. Deze dingetjes dus. Ik heb zo van die fairy lights gekocht. En van die kleine wasknijpertjes. En ik ga dus daar proberen Polaroids aan te hangen als dat gaat lukken. Ik heb al een paar Polaroids, maar ik ga er nog een paar van die grote afdrukken. Mijn lichtjes hangen al. Ik heb dit laten hangen, omdat dat echt wel past binnen het Polaroid gegeven. Ook al zijn dat geen echte Polaroids. Maar ik heb dus gewoon de lichtjes eigenlijk met plakband van hier naar daar geplakt. En dan ga ik nu de Polaroids er aan hangen. Mijn Polaroids zijn bijna ontwikkeld. Alleen je ziet wel nog het verschil. Het moet echt nog, de kleuren moeten nog doorkomen. Dat duurt wel altijd even. Ik ga die hier nog even laten liggen. Terwijl ga ik deze lichtjes dat hier hangen, eigenlijk opnieuw gaan krullen. Want die zijn helemaal uit balans. Als je dat goed ziet, hangt hier op de grond en zo. Blijft echt zo mooi. Oké, hopelijk zijn mijn Polaroids nu al. Ah, ze zijn al beter. Echt heel cool. Ik vind het echt heel leuk geworden. En er is ook nog heel veel plaats voor andere Polaroids. Want ik ga binnenkort op vakantie. Dus daar kan ik ook heel mooie foto's maken. Oké. Het moment van de waarheid is aangebroken. Mijn kamer is af. En het is zo rustig en zoveel ruimte ineens. Ik ga jullie nu even een korte roomtour geven. Gewoon even alles snel laten zien hoe dat er nu uitziet. En blijf zeker kijken, want als het straks donker is, heb ik nog iets superleuks aan mijn kamer helemaal, ja, echt een heel andere vibe gaat geven. Dit deel heb ik eigenlijk niet echt opgeruimd. Dat is nog redelijk, ja, er valt niet echt iets aan te veranderen of zo. Maar het is gewoon een kastje en dan al mijn tasjes. En hier zitten ook nog tasjes in. En kaarsjes en een cute babyfoto. Hier heb je ook nog een babyfoto. Hier heb je mijn giant spiegel. En dan heb ik hier maskers, maar die had ik ook al. Die zijn uit Thailand. Ik vind dat echt super cool. En dan heb ik hier een heel groot rek met allemaal foto's. En die had ik gekregen voor mijn 18e verjaardag van Camille, van mijn beste vriendinnen. Dus dat heb ik ook gewoon zo gelaten. Ik heb allemaal bol eigenlijk hierin gestoken, zodat het gewoon rustig oogt. Pantoffels, extra dekentjes. En dan hier, ik hou hier echt van. Zeker van mijn ledlichtjes. En dan die Polaroids. Echt een vibeje. Dan hier is mijn logeerbed. Want ik heb eigenlijk twee bedden. In dat bed slaap ik. Dit bed is eigenlijk gewoon voor als er iemand komt logeren. Of als ik even wil chillen of zo. Hier heb ik vooral met de kleuren roos gewerkt. Dan komen we bij deze kant. Ook veel rustiger dan dat het was. Dan komen we hier bij mijn bureau aan. Ook gewoon veel rustiger en netter. Dit is by the way een cute foto van ik toen ik afstudeerde in het zesde middelbaar. Met mijn ouders. Fotootje met Simon. Foto met Camille. En foto van toen we wereld
wereldkampioen werden. Die heb ik gekregen ook. Mijn lichtjes zijn ook terug heel ordelijk en mooi. En dan, dit is ook echt een heel grote verandering, want dat was zo rommelig altijd. En nu is alles gewoon heel handig in zakjes en tasjes. Dan, dit zijn mijn medailles van de aerobic. Maar daar heb ik niks aan veranderd, dat had ik al. By the way, deze stenen, ik heb die ook al effjes. Maar ik had dat ook zo gezien op Pinterest. En die komen gewoon echt van AliExpress. Super goedkoop. En we hebben dat dan zelf helemaal geknipt. En dan omgevormd tot zoiets. Ik heb dat letterlijk gewoon nagedaan van een Pinterest-foto. Maar het is echt cool. En dan, dit is mijn bed. Ook heel ordelijk. Ik heb gewerkt met roze en wit. En dit is een extra dekentje. Dat maakt het gewoon zo een beetje gezelliger. Hier heb ik een matje van de IKEA. Ja, dit is heel mijn kamer. Ik vind het echt heel gezellig. En ik ga nu mijn kamer laten zien als het donker is. Ik ben terug van de dansles. Ik heb even dansles gegeven en het is ondertussen donker. En ik kan jullie eindelijk laten zien wat ik altijd al wou laten zien aan jullie. Yay! Het is echt een soort van galaxy in mijn kamer. En ik heb zo een ding gekocht. Oei, dat is heel fel. Maar dat is dus zo'n een projector. Dus ik had dat echt gewoon op TikTok zien verschijnen. En ik dacht, dat is wel echt cool. En dat geeft zo'n coole, chille sfeer of zo. En dan hier mijn polaroidjes. Echt super cool. Ik ben alleszins echt super blij met mijn kamer. Het is echt helemaal rustig nu. En ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden. Binnenkort ga ik ook op reis. Dus daar komen zeker ook vlogs van. Vakantievlogs. Ik kijk er echt super erg naar uit. En de examens zijn gedaan. I'm so happy. En als jullie nog vragen hebben, let me know. En ik probeer op alle vragen te antwoorden in de comments. Dankjewel voor het kijken. Bye bye.